Nederlandse economie, de Nederlandse financiële sector is zeer open. Dus de voornaamste bedreigingen voor de financiële stabiliteit in Nederland komen ook uit het buitenland. Even afgezien van onze eigen huizenmarkt, kunnen we het misschien straks nog even over hebben. Woningmarkt gaan we het over hebben. We lezen eigenlijk al jarenlang berichten over verhitting, vooral in de Randstad, steden als Amsterdam natuurlijk. Niels Bank komt ook met rapporten uit. Nu ook het nieuws. Ja, eigenlijk die hypothekenbel die blijft maar groeien. 702 miljard inmiddels. Maakt u zich zorgen? Nou kijk, als u naar de groei kijkt, dan moet u het wel afzetten tegen de terugbetaalcapaciteit en dus ongeveer zeg maar, de groei van de Nederlandse economie. Als percentage van de Nederlandse economie neemt de hypothekenbel langzamerhand wel af, gelukkig. Maar het is in internationaal opzicht nog steeds hoog. Ja. En ja, er wordt in Nederland nog steeds veel geleend. En dat heeft te maken met de ruimhartige leencondities en ook nog steeds de fiscale stimulering. Ja, van, de ruimhartige leencondities. Ik denk dat heel veel mensen thuis denken, nou, ruimhartige leencondities. Ik krijg helemaal niet zo makkelijk een lening van de bank. Nou, u krijgt het in Nederland een stuk makkelijker dan in onze omringende landen. En u kunt een stuk meer geld lenen dan in onze omringende landen. Wat stelt u voor? Hoe wilt u de hypotheekmarkt verder aanpakken? Nou, ik denk dat we door moeten gaan met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ik denk dat dat een instrument is dat niet meer van deze tijd is. Ik denk dat het kabinet daarover goede stappen zet. Hoe snel moet het wat u betreft? Nou, ik denk dat het tempo, het huidige tempo wat het kabinet heeft ingezet, afbouw met 3% per jaar, dat dat een prima tempo is. Mm. Dat zal na deze kabinetsperiode wat mij betreft wel voortgezet moeten worden. Bijvoorbeeld totdat je op het niveau van 30% bent en het de eigen huis zou kunnen overhevelen naar box 3. Dat zou een alternatief zijn. Verder denk ik dat we op termijn toch dan gaan af mensen moeten belasting over hun bezit, over hun huizenbezit. Ja, maar dat kun je natuurlijk met een belastingvrije voet kun je wel degelijk iets sturen. Dat is een pistool in handen van politici. Hè? Als ze dat eenmaal hebben, dan gaan ze aan de knoppen draaien. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een box 3 om vermogen te belasten. Uiteindelijk is een eigen huis is een vorm van vermogen. Ja. Het is een andere vorm van vermogen. En die belasting in box 3 is 30% omhoog gegaan het afgelopen jaar. Dat lees je niet zo vaak in de krant, maar het is wel zo. Ja, maar goed, voor dat huis zou je dan gewoon het tarief kunnen vaststellen wat je op dat moment op. Dat is een politiek, dat vergt een politiek besluit. Het gaat erom dat de methodiek consistent is met andere vormen van vermogensopbouw. Ja, en voor wat betreft de leennormen zou ik er toch voor pleiten om op termijn Nederland meer in de pas te laten lopen met onze omringende landen. Eigen geld mee moet ik erken dat daarvoor wel flankerend beleid nodig is. Ja. Dat er veel meer huizen gebouwd zullen moeten worden dan op dit moment het geval is. En daar wringt op dit moment duidelijk wel de schoen. Ja. En moeten mensen ook eigen geld gaan meenemen, meer, om een huis te kopen? Als wij inderdaad de maximale hypotheeklening als waarde van de eigen woning, als we die omlaag gaan brengen van zeg 100 naar wat ik graag zou willen, 90%. Ja, dat betekent dat je 10% eigen geld mee moet nemen. Maar wij vragen overal in de economie, vragen wij om buffers. Omdat we nou eenmaal, de wereld is onzeker. We kunnen vaak de bronnen van die onzekerheid kunnen we vaak weinig aan doen. Ja. Maar we kunnen wel vragen aan economische partijen om weerbaar te zijn. Dat betekent buffers. Buffers in de overheidsfinanciën, buffers bij de banken. Waarom vragen we niet om een klein buffertje bij de huishoudens? Wat in potentie toch een kwetsbare groep is.